toch koud. De wasem die komt uit mijn mond. Maar we gaan toch beginnen met de Bosse Markt. De zon die schijnt wel. En het is natuurlijk fijn om te weten dat het schijnbaar vanaf volgende week toch echt mooi weer gaat worden. En dat de winter zich langzaam laat vertrekken richting plekken waar de zon niet schijnt. We zijn hier op de Bosse Markt en het zit hier vol van het rood, wit en gele. En dat betekent natuurlijk dat we deze Bosse Markt in het teken zetten van Oeteldonk. En we gaan zo meteen eens even kijken wat de mensen voor hoopvolle verwachting hebben van het komende carnaval Oeteldonk 2015. Waar gaat de tijd snel, hè? Maar we gaan natuurlijk ook mensen kijken wat ze op de markt doen. En misschien zijn de rood, wit, gele tulpjes wel in de aanbieding. Ga dan mee, de Bosse Markt van deze week. Zie jij er mooi uit. Dankjewel. Het helemaal in vol ornaat. Ja. Het is een soort, toch een kiel, maar dan wel in shape. Het is een soort kieljasje. Ja, als je het zo kan formuleren. Ja, nou, want ik had het er toen straks over. Ik vraag me dan af of er op een bepaald moment, zou ik maar zeggen, de jasjes, hè, de kiel gaan verdringen. Wat denk je zelf? Ja, nee, ik denk dat iedereen gewoon moet doen waar hij zelf zin in heeft. Ik heb vriendinnen die dragen een jasje, vriendinnen dragen een kiel. En ik vind de kiel gewoon veel lekkerder zitten. Ik vind het echt een geweldig antwoord wat je nou zegt. Absoluut. Wie ben je en wat ga je doen? Want je bent helemaal aangekleed. Is er vandaag iets bijzonders? Ja, we gaan het jaarplaatje ophalen in de Lalala. En daar... Oh, van de vriendenclub van 11? Ja. Ja. Ja, dat is een leuk liedje. Ik hoop dat ik ze vandaag nog even tegenkom op de markt. Ja. Want om 11 minuten over 1 is het in de Lalala... Ja, en ik ben nou al te laat. Je bent al te laat. Oh, dan hou ik je niet tegen. Dan hou ik je niet tegen. Want ja, wat gaat er gebeuren? Dus het jaarplaatje wordt uitgereikt. Ja, club aan de Diezenpiezers. De Diezenpiezers? De Diezenpiezers. Bekend van de hit. Vertel. Kennen jullie de hit niet? Ja, ja, we hebben het gedaan. Nou, we zijn ook pas 48 geworden op het Kwekverstein. Oh, nou ja, nee, maar dan ken ik het wel. Nou, ik ken, moet je eerlijk zeggen, nee, ik kende hem niet, maar nu wel. Nu wel, nou onthouden, hè? Ik ga kijken of die gasten... Nou, weet je wat, we lopen gewoon even mee. Oh, we gaan gewoon even mee. We lopen gewoon even mee. Kijken wat er te beleven valt bij de Lalala. Jeetje. Ik weet niet of mijn cameraman daar tegen kan. Dan zou ik dadelijk echt verschut als er nog niemand is, hè? Nou, maar volgens mij zijn ze al aan de gang, hoor. 11 minuten over 1 is het al geweest. Daarom. Nou, we gaan even naar de Lalala kijken wat er hier te beleven valt. We lopen even het steeskin in, even van de markt af. Dat ziet ook bij jou niet op dan. Och, ten eerste die je tegenkomt. Oh, gaat er, is die weer. Hoe ken dat nou? Ja. Waarom kom ik jou nou altijd als eerste tegen? Ja, het is toch gezellig? Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben net binnen. Ja, dat weet ik. Het is toch gezellig. Het is al wel mooi. Het is lekker vol een bak, hè? Ja, zeker weten. Wat gebeurt er hier nou vandaag? Ik heb geen idee. Het jaarplaatje kunnen opkomen halen. Het jaarplaatje? Ja, het jaarplaatje kunnen ophalen. Het jaarplaatje van de Lalala? Ik heb geen idee. Jij bent er mooi. Jij denkt gewoon, als het vlagje buiten hangt, ga ik naar binnen. Gaan we naar binnen. En muziek maken, dat is toch het gezelligste? Dat is absoluut het gezelligste. Nou, ik heb met die gasten van binnen afgesproken. De jongens die de vriendenclub van 11, die een liedje hebben gemaakt. Dat ik ze nog op de mat tegenkom. Ik ben even vanaf de mat hier naartoe gegaan, maar ga nou weer terug naar de mat. Want het is eigenlijk programma bij ons op de mat. Oh ja, nou ja, dan moet even... Stuur ga maar even weg dan. Ga maar weer snel terug, hè? Ja. Nee, maar ik wil niet. Ik wil niet. Ja, maar opzouten. We moeten echt serieus. Opzouten. Ik wil helemaal niet. Nee, laat maar nou even... Oké. Mannen, we zijn aan het sjouwen. Ik ben aan het sjouwen, kibbeling. Ja, nee, ik bedoel, we gaan er naartoe.
Lekker verkleed. Is er al iets? Wij gaan naar ons kraampje toe. Die hebben wij op het kerkpleintje staan. Ik zag je net een kraampje staan. Waar was dat voor? Wij verkopen spullen van de Oeteronks Club en emblemen. En waarvan uitgaat dat? Stichting Hendrien gaat dat. En daar verkopen wij het voor. Maar Stichting Hendrien, en natuurlijk kennen we allemaal Hendrien. Ja. Dat is daar ongelooflijk een mooie vrouwke. Ja. Eén keer in de vier jaar met de peer mee, of met de knillers mee maar. Ja. Maar waar staat de Stichting Hendrien voor? Stichting Hendrien, die doen allemaal vrijwillige. Iedereen is daar vrijwilliger. En zij regelen voor spullen die ze dan Oeteronkse Club gaan geven. Of spullen die wij weer verkopen. En bijvoorbeeld als sjaaltjes of emblemen. Maar wat gaat er met geld gebeuren? Gaat naar de Oeteronkse Club. Oké, ter ondersteuning van alles wat we hier zien, vlaggen. Hier maken alles van de karren die moeten gerepareerd worden. Of de pakken voor iedereen. Daar gaat het dan naartoe. Nou, hartstikke netjes. Ik kom dadelijk even nog bij het kraampje. Okay. Want wie staat het opperhoofd? Dat ben ik. Ik heb meteen het opperhoofd te pakken. Mr. Kibbeling. Mr. Kibbeling, ja. Ik moet nog even bij. En hoe maat is erbij? Want ik zie jullie in het groen. Is er een bepaalde kleur van jullie ministerie? Ja, we zijn allemaal stokpetjes. Stokpetjes van de Ruiter. Zuipers? Zuipers, ja. Nee, valt er mee. Oh. Denk ze dan wel, hè? Maar dat doen we niet. Nou, ik heb verhalen gehoord van vorig jaar. Nee, ik zit een beetje op de naai. Stokpaardjes, hè? Nou, we er toch over spreken. Waar staat er nou precies voor? Waar is nou de geschiedenis van het stokpaardje? De geschiedenis van het stokpaardje? Nou, er zijn wel een ruiterij. Prinselijke ruiterij, samen met de biezenpetjes. Die zijn dan een groep ouder van ons. En wij zijn dan de veulens van de stoeterij. We lopen voor de prins met de optocht en intocht. En ze zijn vaak wel wild, hè? Ja. Toen slaan ze een beetje pol. Ja, er staan, noem dat, galopperen. Maar we houden ze wel in tam, hoor. Lukt wel. Als we een beetje braaf zijn, af en toe een pilsje. Ah, zo is het, zo is het. Ja. Hey jongens, geniet van uw kibbeling, anders wordt die koud. Ik kom straks nog even naar het kraam, kijken wat jullie te koop hebben. Is goed, dan zien we je zo. Ja. Dankjewel. En wij gaan even verder de markt op zoek naar het rood-wit-geel. Dit wordt de eeuw van ons leven, dit wordt de eeuw van een lach. Ik zal mijn hoed zal hartje geven en dat het liefst elke dag. Waar is het mee begonnen? Het geheim van ons bestaan. Wie heeft dit spel verzonnen? Wat hebben we nou in ons kieltje staan? Door kennen mijn goed verstand, hoe huis is niet verbreken. Wie moeten de mensen eigen eeuwig laten gaan? Dit wordt de eeuw van ons leven. Dit wordt de eeuw van een laag. Ik zal het komt hier van eigens uit uw hart. Want tot gewone dingen, die maken dit leven zo apart. Door wil ik mijn goeie verstand mijn asjes wel verbreken. Daar is nou het mooie van het ooit tot ons bestaan. Dit wordt de eeuw van ons leven. Dit wordt de eeuw van een laag. Ik zal mijn roet zo hard geven en daar geniet elke dag. Dit wordt de eeuw van ons leven, dit wordt de eeuw van een land. En daar geniet elke dag. Ik ga eens kijken of ik een vrouwke kan vangen met mijn nas. Ja, ik heb ze gevangen. We hebben een nas, maar ik heb wel koud. Ik ben nog een beetje verkouden. Hoe gaat het met jullie? Ja, goed hè. Zit in een rolstoel ik nou? Ja. Waarom? Ik heb COPD. Is er iets van de politie of zo? Ja, zoiets. Ik dacht de politie department. Oh nee, oh ja, sorry. Oh, dat heb ik weer. COPD, ik denk dat is iets van de...
En dat betekent dat je qua lucht, dat je zwaar. Want het is nou ook, hè, heel veel longklachten en griep. En is er dan dubbel op? Voor mij wel, ja. Dat is moeilijk in, lekker benauwd en zo. Ja. Gaat het met mijn carnaval dan wel? Nee. Dus je bent noodgedwongen? Nee. Nou, zal ik dan beloven dat ik, want je kijkt altijd naar ons natuurlijk. Ja. Zal ik gewoon een optocht even mooi neerzetten, dat je gewoon kunt kijken, dat je precies ziet wat er in Oeteldonk gebeurt? Dat wij aan jullie laten zien, de mensen die niet weg kunnen, ja, dat wij gewoon kunnen laten zien wat er in Oeteldonk gebeurt. Ja. Dus zal ik dat gewoon beloven? Ja. Dat ik een optocht laat zien, de intocht, de kinderoptocht. Ja. Vinden jullie dat leuk, als je dan niet naar buiten kunt, dat je toch betrokken wordt als thuiszittende? Jawel, dat is leuk. Was vroeger wel carnaval vieren? Och, nou. Nou, dat wilde je niet weten. Ik heb nog een pret gezicht. Dat wilde je niet weten. Ja, dat wil ik wel weten. Ik ga even naar achteren, want hij zit over de kwaaitongen. Waar zit er geen uit de kwaaitongen? Ze zegt, dat wilde jij niet weten van vroeger carnaval vieren. Nou, dat was er een fruitdruif? Dat was van 10 uur 's morgens tot 's nachts, hè? Serieus? Is dat jullie moeder? Dat is mijn moeder. Nee. Dat weet ik niet. Ja. Door op Facebook. Ben ik mijn vriend op Facebook? Echt waar? Zullen we vriendschapsringen gaan kopen? Lekker ouderwets. Maar van vroeger was het gewoon. Maar ja, COPD is natuurlijk niet mis, hè? Niet niks, hè? Nee, dat kan niet meer. Als ze 10 meter buiten loopt met dit weer, dan is het afgelopen. Ja, ongelooflijk. Ja. Maar ja, het is niet anders. Ja, dat is wel makkelijk, vind ik wel makkelijk gezegd. Hè? Ja. Het is natuurlijk zwaar kloten. Ja, kloten gedacht, ja. Ik iets anders ging zeggen. Ja. Maar het is, ja, je gaat er gewoon aan leven. Ja, dat moet wel. Ja, er is niks anders aan te doen. Nee. Je kunt er geen pillen voor innemen. Nee. Ik was een tijdje geleden in Lourdes en er was een mevrouw die had ook heel zwaar COPD. Ja. En toen dacht ik dat die mevrouw daar was voor genezing van zichzelf. En toen ging ze bij de grot, bij Bernadette, ging ze een foto leggen van de kleinzoontje die doodging. Ja. Oh zeg, en dan dacht ik van, dan ben je zo ziek. En dan toch nog aan een ander denken, dat vond ik al een heel mooi moment. Deze ook, ja. Maar goed, de carnaval die komt eraan, we proberen het een beetje vrolijk te doen. Ze heeft wel mooie oren, hè? Ik dan? Hele mooie oren. Als ze nou nog luistert, ook. Ze luistert niet, hè? En niet met uw rolstoel op de Mossemet gaan lopen, want er ligt binnen 3 seconden een gebit op uw schoenen. Dus daar moet er mee uitkijken, hè? Met die kijkers daar. Hij zegt. Ja, dat is waar. Dat klopt. Hé hey jongens, geniet ervan. Veel plezier. Ja, jullie ook veel plezier met carnaval. Ja, we gaan. Ja, dat is alleen maar werk, hè? Naar je kijken. Wacht even, hoor. Hij mag ook met jou op stap, dan pas ik wel op Annie's. Ja. Want hij is echt een carnavaller. Ja, dat moeten we doen. Dat moeten we gewoon doen. Hè? Goed. Oké, okay, ook. Ja, nou, zij houdt uw tasje wel even vast, Annie. Zij houdt de tasje wel vast. Ja. Dinsdag. Een dinsdag? Ja. Nou, een dinsdag. Ja. Okay. Wil er nog iemand de groeten doen, Annie? Ja, heel de familie. Hè? Nou, dan moeten we daar hier in de camera kijken. Nou, jongens, allemaal de groeten van Annie. En veel plezier met carnaval. Heb ik het ook. En zo is het. En dat is heel mooi gezegd van Annie, veel plezier met carnaval, want dan heet ons Annie het ook. Maar alle mensen die thuis zitten en niet naar buiten kunnen, kijk naar TV73, want we gaan er flink tegenaan. En we zorgen dat we bijna overal, kunnen niet overal bij zijn, bijna overal bij zijn. Zodat we de carnaval weer naar jullie thuis kunnen brengen, zodat het toch, al is het in de woonkamer, een echte Oeteldonker kan zijn. Of niet? Goed gesproken. Zo gaan we het doen. Hartstikke en niet anders. Hè? Houden we, hè? Houden we. Ik had ze gevangen met mijn das. Mooi, hè? Heerlijk. Kijk, nou is hij hier. Ik wou nog even, ik zou jou weer zeggen. Even, we gaan even hand geven. Ik ben Jan Valentijn. Meneer Valentijn. Nou, zeg maar gewoon Jan. Jan. Jan Valentijn van de Prinselijke Propaganda Club van 1918. Ja, dat klopt, helemaal. Er zit er niet zo heel veel meer bij, hè? Nee, er zit er net zo veel bij als vroeger. 4 man. 4 man, maar vroeger was het een beetje een smoesje. Maar er waren 4 levensgenieters, om het zo maar uit te drukken. En als je dan een paar cijfers had. Ja, en daar konden netjes een borrel vatten. En die hebben op de 3e kerstdag, zo raar als we klinken, die hadden er vroeger al de 3, hebben ze dus de Prinselijke Propaganda Club opgericht. En dat was meer een excuus. Wie is dat geweest? Wie was, is echt een oprichter geweest? Dat was dus onder andere dus, mijn opa. De Valentijn. De Valentijn. En een huisman. En een van Piet Mulder. Ja, dat waren allemaal levensgenieters, zal ik het zo zeggen. Want die zochten een excuus om nog meer naar thuis weg te gaan. Ja.
Hey, met een intocht van de Hoogheid, dus de zondag, dus komende zondag al. Dan hebben jullie altijd een traditie, hè? Sinds 1918 is dat al zo. Dan staan jullie op de brug, in de Wilhelminabrug. Ja. Staan jullie in het midden en dan spreken jullie de Hoogheid aan. Welkom, zeg maar. Ja, dan krijg je ook altijd een leuke doodje, zeg maar. Nou, maar je geeft ook iets van vitamintjes. Jawel, ik kom uit de groenten- en de fruitfamilie. En opa die had hier in de Hindenbestraat, 102, had je dus een groentezaak, zeg maar, hè. Dus ja, wat voor de hand lag, dat was dus een fruitschaal, hè. Is dat nog steeds? Dezelfde traditie? Dat is nog steeds. Hij krijgt nog, met meneer de adjudant, krijgen ze dus netjes allebei dus een fruitschaal. Ja, er komt nog iets, maar dat gaan we nou niet verklappen, want we gaan er natuurlijk zondag, zijn we er natuurlijk bij. En dan gaan we kijken, want jullie hebben nog een presentje voor de Hoogheid en zijn adjudant. En het gebeurt allemaal daar in het midden van die Wilhelminabrug, waar je de Hoogheid welkom gaat heten. Ja, klopt precies. Mooi. Je hebt netjes vertaald, ja. Ja, geweldig. En we gaan er nou naartoe, want je bent de volgende. Een jaarspeldje halen. Bij La La La. Ja, het is al flink druk bij de La La La. We zijn het heel even binnen geweest. Ja, ja, we hebben dus hier in de Mossel 143 clubs. En die zijn nou niet allemaal aangesloten, zeg maar. Of wel bij de OC. En dan hebben we dus jaren geleden ook een groot embleem gekregen. En elk jaar hetzelfde als dit, maar dit is 4 jaar. Maar zit je nog in het boerenparlement? Nee, dit jaar heb ik dus niet meegedaan. Nee. We hebben wel macht, hè, die boerenparlement, hè? Nou ja, als het goed is wel, ja, maar het is mijn boerenparlement niet meer. Dat kan. Ik ben dus een jongen van de, ik moet zeggen, van de straat. Ik heb het dus meegemaakt vroeger, ging dus met ons moeder aan de handje en dan liepen en dan kwam een clubje aan. En dan hotsen we er achteraan, zeg maar, totdat ze in een kroeg binnenkwamen. Ja, wij mochten dat niet mee, en dan hadden we trouwens geen centjes. En dan stonden we weer te wachten op de volgende club. En dan, ja, hoe moet ik zeggen, ik weet precies wat er op de schoot leeft. Ja, mooi is dat. Bij Centraal verteld hoor, van carnaval, dat wordt niet hier gevierd. Nee, dat doen we buiten, op schoot. Ja, is dat zo? Is carnaval, daar heb ik mijn eigen wel eens afgevraagd, hè. Is het een buiten- of een binnenfeest? In het algemeen? Ja, vroeger was het veel meer buiten als dat het nou was. Ja, en ik denk, als je nou een kroeg binnen wilt komen, ja, dan stond er meer buiten als dat je binnen. Te wachten? Ja, te wachten, ja. En het ook zo druk en allemaal zo klam en zo, ja, zo warm. En ja, ja, ja. Kennen de mensen niet vinden? Ja, mij kennen ze wel vinden, dus zaterdags met de carnaval. Voor de carnaval, dat is de koorste dag. En dan stond ik dus als, ik noem het eigenlijk maar de toegevoegde waarde. Ik stond nog in de 11e keer en ook het laatste jaar stond ik aan de tent op te praten bij de deur om te selecteren. Serieus? Ja, dat meen ik serieus. Oh, leuk. Hier in de snelle soort heb ik dus altijd de cafetaria gehad, hè, tot diep in de nacht, tot 4 uur. Ja, ik in de halve mos. Dus je weet precies onze pappenheimers en eigenheimers. Ja, en veel mensen kennen ze. Ja, ik zal er maar afkomen in al die 10 jaar, zeg maar. Dus dat hebben we nooit getrommeld aan het gehad. Ja, fantastisch. Ja, dat doe ik maar één avond. Hè. Ja, dat is meer dan genoeg. Want zelf wil ik ook... En de rest ben dan dweilen. Dat bedoel ik. Jantje, ik zie je zondag. Oké. Okay. Veel plezier alvast, veel plezier. Oké. Okay. Zet hem op, hè. Doen we. Hier snap ik dan echt niks van hoe een fiets parkeren, zo op midden van het looppad en aan elkaar koppelen, dat je ze niet weg kunt zetten.
Wat raar zeg. Maar goed, dat kan gebeuren. De Oeteldonkse vlaggen die hangen natuurlijk al volop buiten. Heel veel werk wat er door het ministerie gedaan wordt. En die mogen ook wel eens geprezen worden door dag en dauw, dag en nacht. Als er straks iedereen ontwaakt en ze hebben de wallen een beetje weggevreven, dan is Den Bosch weer opgeruimd. En dat doen echte kaboutertjes niet. Dus daar gaan we deze carnaval ook nog even uitgebreid op terugkomen. We gaan eens even kijken of er nog meer mensen met een kieleke of met een mooie sjaal rondlopen. Om te kijken. Oh, dat is ook toevallig mevrouw. Ik heb het er net over. Het is maar één minuut. Rood-wit-geel, waarom? Het rood-wit-geel zegt niet alles, maar wel veel. Maar waar gaat het naartoe, bedoel ik? Ik ben gids en ik ga de carnavalswandeling lopen. Wanneer? Er staan nu 60 mensen op mijn pad om te praten. Lopen we mee? Ja, het mag. Ja, stukje maar. Ik moet echt gaan wandelen. Ja, doe maar. Ja? Dus een carnavalswandeling? Ja, houdt in. We wandelen langs alle punten in Den Bosch die belangrijk zijn voor carnaval. Noem er eens een paar. Nou, we noemen eens een paar. De halve peer. De kleren van de peer. Waar is de Oeteldonkse Club ontstaan? Het verhaal. We gaan ondertussen gezellig een borreltje. Wanneer was de eerste Amadero? De eerste Amadero, dat is lang geleden. Zal ik dat zeggen? Vertel het eens. Want iedereen denkt dat de 1882 is. 1882? Ja, dat is de oprichting. Van de Oeteldonkse Club. Maar een jaar later was pas de eerste Amadero. De eerste Amadero. In 1883. Zeg het dadelijk tegen die 60 mensen. Ik zeg het tegen die mensen en dan vertel ik het. Heb ik van die meneer gehoord die me geïnterviewd heeft. Dat is goed. Hey, heel veel plezier. Jij ook, hè? Doe ze de groeten, hè? Ja, prachtig mooi dat deze mensen er natuurlijk zijn. 60 mensen die straks door eigenlijk het dorp Oeteldonk gaan lopen. Die een Oeteldonkse wandeling gaan krijgen. Nou, we zijn natuurlijk op in het programma De Bosse Markt. En we gaan daarom niet naar de parade toe. We gaan niet meelopen. Maar misschien wel leuk om een volgende keer daar aandacht aan te besteden. We gaan op het volgende kruispuntje staan. Want het is altijd zo dat je dan van automatisch, van eigenste, daarna gesproken kunt gaan worden. Dus het is kwestie van wachten. Oh, pronkjuweel van heel deze aard, ons dierbaar Oeteldonk. Wuf, wuf! Oh, schrik me rood. Ah, no! Ik schrik me naar! Waarom? Nee, leuk. Nee, ik voel iets in mijn been. Ik denk, wat heb jij nou voor bril op? Het is geen zomer. Nou, maar het is een beetje zonnig. Hilarisch. Ja, het is hilarisch allemaal. Hilarisch. Maar ja, leuk hè, met Roosje even mee. Ja, Roosje is er weer bij. Lekker de stad even in geweest. Of dan ga ik nog even een beetje wandelen. Ga een paar nieuwe onderbroeken voor Frans kopen. Ja. Welke ga je kopen? Hij heeft nog zat onderbroeken. Maar kleine modellen. Ga je weg met carnaval of kom je bij ons radio maken? Ik kom lekker radio maken, hartstikke leuk. En misschien even kijken naar carnaval. Optocht bij ons om de hoek. Dus dat is ook hartstikke leuk, toch? Ja, hartstikke goed, Connie. Ik zie jou snel, hè? Oké. Houden we niet meer schrikken, hè? Jij loopt een paar keer zo op en neer. Met wie ben je hier? Mijn oma. En oma zei van, loop dan een paar keer op en neer. Dan komt misschien wel op de televisie. Nee. Dan ben je op televisie. Ik kan de camera staan. Ik ga eens even naar je oma toe, hè? Ik ben daar de jong weer aan het opsteuken. Ja, nee, dat moet toch. Leren we allemaal van jou. Ik doe helemaal niks. Ja, leren we allemaal van jou. Wat doe ik dan? Leg eens uit hoe ik dan... Ja, want ik zal je vertellen, ik hoor al overal. Die staat hier met nog op de film. Dat geeft ze niet. Maar hebben wij al eerder op de film gestaan samen? Ja. Wanneer dan? Ja. Met die poses op plekken. Nee, ja, met die poses op plekken? Ja. Kom, hou me nou maar vast, anders houden we gewoon mijn microfoon steeds weg. Ja. Maar serieus, maar hebben we haren pas geverfd dan? Ja. Rooien. Ja, dan herken ik dat niet meer. Bettini Kooijman dan ook. Oh, Bettini. Ja. Oh, de naast. Oh ja, nou weet ik het weer. Ja. Ja. Oh, ik dacht op de mat, maar ik heb je er nooit op de mat. Ik ga heus geen rode vrouw kunnen aanspreken op de mat, hoor. Dat durfde jij niet, hè? Dat durf ik niet. Nee, dat weet ik. Schijt er maar uit, jongen. Ja. Gaat op stap met de carnaval? Ja, dan moeten we nog bekijken even, hè. Het enige wat je dan hoeft te doen is iemand met wit en geel hoor bij elkaar zoeken, hè? Ja, en een paar knaken erbij. Ja. Oh, nee, maar ik ga er wel of niet weg? Ja, wel, jawel. Ja, dat klopt, meneer, niet helemaal uithuren, hè? Nee, dat hoeft ook niet. Nee, ik schaai me uit. Ik was weer keigezellig. Maar goed, ja. Hey, is oma een lieve oma? Ja. En waarom is ze dan lief? Omdat
laatste snoepjes van me koopt. Oh. We hebben ja. En ze koopt snoep voor u? Ja. Maar ja, ik weet niet of je dat sprookje kent van Hans en Grietje, van die heks. Die gaf ook heel veel snoepjes. Ja. Dus. Dat zei je niet. Nee, natuurlijk niet. Dat weet het toch. Dat is maar een grapje, schat. Nee, ik ken hem niet. Nou, doe maar even de groeten daar in de camera. Aan wie wil je groeten? Aan een moeder of zo? Nee, allemaal. Allemaal. Het is lekker druk, hoor. Ja, schat. Kun het bijhouden? Ja, nou helemaal. Of je kunt ook nog pinnen. Lekker, lekker pinnen. De tijd mee. Van café, knok café. Ja, we weten altijd de tijd uit te kiezen. Allemaal van die graaijes. De camera blijft even staan. Ik ga even aan de andere kant van de kraam. Ja, ik loop even om. Lekker, lekker lopen. Ja, ben ik weer. Dankjewel. Meneer, wat ga ik kopen? Ik ga van alles kopen, jongen, want we gaan carnaval vieren, hè. Ja, maar hoe en waar en wat gaan we doen? We gaan even drijven, de camera, zo. Okay. Dan staat een beetje meer in het zicht, zo. Oh, goed, zo. Ik ga eerst naar 3 uurtjes vooraf. Dat is geen carnaval. Ja, nee, maar dat... Schijt de uit, man. Roepen ze allemaal Allah. Opwermen. Dat is Allah roep ik niet. Opwarmen wel. Opwermen, hè. Nee, dat is, ik zeg het en ja. Ik denk meteen... En toch is dat wel carnaval. Ja. Want carnaval is net waar iemand vanuit zichzelf voelt. Ja. Wij hebben met Rudolf Kwek hebben we ook niet alleen maar artiesten uit een bos gehad. Hij was in Rosmalen, toch? Ja. Ja, ik was naar PSV, jongen, maar anders had ik naar jou gekomen. Serieus? Want ja, ik zit op Facebook en daar had ik eigenlijk... Wat doe jij dan met port, sherry en vermoed? Drinken en feest vieren ook. Oh, bedoel, ik had die voetbalclub PSV? Ja, ja. Ze doen het goed dit jaar, hè? Hartstikke goed, Nol. Ja. Maar hoe komt het nou dat ze nou misschien weer landskampioen gaan worden? Ik denk dat het gewoon komt omdat de jeugdigheid een beetje vanaf is bij de jongens. En er zin in hebben om te voetballen tegenwoordig. Kom er wel uit een bos? Ik kom niet uit een bos. Waar vandaan dan? Ik kom uit Heusden. Een andere vesting. Ja, wel Heus of Oud-Heusden? Nee, Heusden. Oh, dat is de goeie. Ja, vind ik mooi. Heusden vind ik mooi, de vesting. Mooi dat, ik blijf het nog raar vinden dat ze dan de vesting Heusden noemen en het nieuwe gedeelte Oud-Heusden noemen. Daar snap ik helemaal niks van. Nou ja, vroeger was de oude vesting natuurlijk in Oud-Heusden. Vandaar de naam Oud-Heusden. Oh, deze. En ze zijn de Maas overgetrokken, het oude masker. Ja. Ja, en tussen de twee rivieren in hebben ze eigenlijk de nieuwe vesting gesticht. Zeg maar, als je dan, want ik zie nou in de kleur, want het is uw vrouw denk ik, hè? Dit is mijn vrouw. Ja, dat klopt. Serieus, hè? Nou zie ik dat je een kikker koopt, hè? En je koopt van die handschoentjes. Ja. Betekent dat je als Heusdenaar, hè? Dat je dan toch... Wat dan? Ik kom uit Vlijmen. Uit Vlijmen? Nee, in Drunen. Maar wat ben je nou eigenlijk? We zijn nou Oeteldonker of hoe moet ik dat nou zien? Nee, ik ben geen Oeteldonker. Maar je koopt wel Oeteldonkse kleur en de kikker. Ik werk wel in Oeteldonker, Nol. Je werkt in Oeteldonker? Ja. Dat is het hoor, dus... We zijn een beetje collega's. Ik heb ergens lid van zijn. Ja, ik kan maar ergens lid van zijn. Zo is het toch. Ja. Maar ik heb wel de Oeteldonkse kleuren, zie ik. Ja. Vlijmen, welke, hoe noemen ze ook weer, mijn carnaval? Knot Wilgendam, ja. En de Heusden? Wallenpoepersland. Wie? Wallenpoepersland. Wallenpoepersland. Ja. Staat bij ons op de wallen te poepen. Staat ze vies erin. Ja. Ze smelten de kazen. Ze smelten de kazen, ja. Maar alleen de bruine kazen. Wap. Zou er maar gezitten zitten daar ja. Op die kale bij Heus de Kredderzon. Ja. En als je dan in een oog valt, dan net helemaal bij elkaar. Net helemaal bij elkaar. Hey, grote flauwekul hier. Wel leuk, hè, zo'n mart, hè? Zo'n kraam te Bossenmart. Hartstikke leuk, ja. Vandaag dus je bent binnen nou klaar of komt er nog iets meer bij? Nee. Moet er nog iets voor zijn gezicht bedenken? Want ik bedoel... Maar ik heb toch al een fris gezicht nog? Ja, daarom. Ja. Ik denk, misschien kunt u een beetje recht trekken met mijn spul voor niet. Dat werkt niet meer, jongen. Dat werkt niet meer. Dan ben ik te oud weer geworden. Ja, ik wens jullie een fantastische fijne carnaval. Waar dan ook naartoe gaat, maakt niet uit. 3 uurtjes vooraf, zet hem op. Ja, zeker weten. Want in Heusden, maar er wel al af zeggen, neem ik aan. Ja, maar dat is niet echt carnaval, joh. Dat is zo gemengd dorp, hè. Maar Vlijmen. Maar in Vlijmen Allah zeggen. Maar Allah. Ja, in Oeteldonk mag dat niet, hè. Dat is gewoon uit en boze. Geen Allah, hè. Nee, dat klopt. Ja, goed, heel veel plezier. Nou, ik wens jou ook een fijne carnaval. Ja. Ik ga het drinken. Waar zijn jullie van het pilsken? Of, Ik voor een pilsken. Een pilsken, natuurlijk. Een heerlijk pilsken. Nou, geniet ervan. Niet bij 1-0. Niet? Nee. Okay, ik ga ze. Niet met 2. Ziet u de Maas? Ja, zeker. Weet. Nou, wij gaan lekker verder. Veel plezier nog en een hele, hele fijne carnaval. Ja, jij ook, hè? Hey.
Ja, en dan is het weer zover, het einde van de Bosse Mart, maar niet getreurd. Toch nog eventjes iets vertellen, want over 2 dagen dan is het donderdag. Donderdag om 11:11, dan hebben de Kikvorsen in het theater der Amadeiros, het theater aan de parade, brood met spek. Een ongelooflijk leuk lunchconcert met allemaal lekkere hapjes en zo. Ga even naar kikvorsen.nl om te kijken of daar nog tickets beschikbaar zijn. We zijn er ook elk jaar bij, dus we filmen het geheel ook. En vanaf eigenlijk nu is het Oetel TV op TV73. Blijf kijken, blijf ons volgen. Want we gaan er natuurlijk volop voor in de Oeteldonkse driekleur. En we spreken met mensen die het hart op de Oeteldonkse beat kunnen laten en laten en laten blijven kloppen. De muziekjes in dit programma hebben ook gezien. Ja, zo een van die liedjes, zo onder de mensen, is natuurlijk alles zeggend over Oeteldonk. Want dan ben je samen onder de mensen. Geniet ervan. Komende dagen, als ik u niet meer zie, dan kom ik u wel tegen tijdens de intocht, de optocht, de kinderoptocht. Nou ja, goed, alle grote dingen die TV73 en Oetel TV gaan doen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Over 2 weken zijn we er weer met een reguliere Mart. Houdoe.